Maar heren, goedemorgen. We zijn terug op de Rouaanse Kei na een maand. Ja. Komt het in Frans. Kunnen jullie zelf... Ik heb vorige keer een heel kleine introductie van jullie gegeven. En heel veel mensen kennen jullie uiteraard al. Maar kunnen jullie jezelf even kort voorstellen? Ja? Nou, ik ben Robert Peerlings. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Goed te horen. Ik heb in Nijmegen gestudeerd. Zowel de studie tandheelkunde als specialisatie orthodontie. Ben in Zeeland terechtgekomen en heb hier een praktijk als orthodontist gestart. Gepromoveerd aan het begin van de carrière. En daarna naast de praktijk altijd werkzaam geweest, landelijk, in commissies, onderhandelingen met de overheid en de verzekeraars. Maar ook gewoon bestuurlijk Zeeland, lokaal niveau. En uiteindelijk hier een stukje verder op Turfkaai tegen Jaap aangelopen en zijn collecties. Jaap is van het Narreschip? Ja, de Aquaria het Narreschip. En dat is gebeurd toen we het huis gingen verbouwen, restaureren. En dan komen allemaal mensen tegen die zeggen van met oude materialen, bouwmaterialen, tegeltjes, weet ik wat. Ik heb daarvoor een paar jaar door België, Nederland, Noord-Frankrijk rondgereisd om te kijken van wat kan ik nou vinden, wat ik kan gebruiken in huis en wat is er allemaal en wat past erbij. Maar ja, ik liep dus ook iemand tegen lijf, zei moest bij Jaap kijken en die heeft mooie oude kaarten. En, ja. Dan begint dat met een prent van Middelburg of iets dergelijks. Ja, de klassiekers. En uiteindelijk verzel je in iets wat, wat meer obscuur is. Of, Ja, precies. Daar komen we zo op terug. Naast jou zit Frans. En Frans, jullie zijn ook een bekend geslacht in Middelburg, of niet? Ja, gerucht vanwege het oud papier. Oh ja, is dat zo? Nee, Frans Serentius. Van oorsprong uit Leiden. Ruim 20 jaar geleden naar Middelburg gekomen. Heb jarenlang met mijn vader een kunsthandel uitgebaat hier op de Vlasmarkt. Het grote pand tegenover de voormalige brug. Huis Schuttergebos. Ja. En naast het kunsthandelarenwerk altijd een groot interesse gehad in alles wat met papier en prenten en zo te maken had. En dat heeft geresulteerd in een aantal grote watermerkcatalogie die we hier in het Zeeuws Archief gemaakt hebben, een paar jaar geleden. En ik heb ook boeken gemaakt over Italiaans papier en zo. Van daaruit kwam ik weer half om half met Robert in contact, want die was bezig met watermerken en die stuitte dus prompt weer op mij. Dus... Bijna onvermijdelijk. Ja. Bijna onvermijdelijk, ja. Middelburg is net groot genoeg om elkaar net niet mis te lopen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is waar, ja. Dus nog steeds bezig met watermerken. Volgende week komt er nog een boek uit, het vijfde boek met watermerk. Catalogie erin. En daarnaast run ik tegenwoordig een bijna volledig digitaal eBay gebeuren met prenten. Ik heb geen winkel meer. Nee, en prenten, is dat alleen prenten? Want ben je nog echt een kunsthandelaar? Of is het alleen... Nee, ik ben meer een antiquaar geworden in de loop van de jaren. Ja. Onder de invloed van allerlei ontwikkelingen op het internet en zo is de handel in echte kunst meer verschoven naar de veilingen en ik ben meer gaan handelen in gewoon portretprenten en dergelijke. En ik doe tegenwoordig ook in fotografie en verpakkingen uit de 19e eeuw. Dat is heel breed. Wat is nou kort gezegd een watermerk en waarom bestaan die? Watermerken zijn beeldmerken die aangeven waar het papier gemaakt is of wie het gemaakt heeft of een kwaliteitsaanduiding. Papier wordt geschept op kopergaas. Dus je hebt vaten met papierpulp en daar haal je een kopergaas doorheen. En als je een dure trouwkaart ziet, zie je die structuur erin. Nou, ja. Dat is wat je tot ver in de 19e eeuw gewoon in geschept papier, dat heet geschept papier, zag. Nou, op dat gaas kun je nog in koperdraad een figuur knopen. Dat is je watermerk. Precies. In feite is het gewoon een dunne plek in je papier. Ja, ja. Daar komt het op neer. Okay. En dus er zit een figuurtje in dat in die koperdraad geweven. Dat figuurtje is kenmerkend voor de maker en de regio. Ja. En dat kopergaas dat gaat stuk of dat slijt. En dan verandert ook dat figuurtje van vorm of maat of het verschuift. En het is dus eigenlijk een soort DNA van papier. Ja, ja. Kun je wel het is vingerafdruk inderdaad. Die watermerken die dat evolueert, dat verandert. Bepaalde watermerken blijven heel lang in actie, maar in allerlei verschillende vormen. En je hebt ook watermerken, als je dat ziet, weet je gelijk, oh ja, dat is 15e eeuw papier, dat kan niet anders. Maar sommige dingen, Zotskap, in Engeland heet een A4'tje nog steeds Foolscap. Oh, ja. Dat slaat gewoon puur op het watermerk wat het vroeger had. Het is gewoon dubbel folio formaat, dus
je ziet, het is een vak met heel veel tradities. Watermerken blijven heel lang in gebruik soms. Maar in de moderne boeken, daar zie je toch nooit meer watermerken? Nee, water... kan niet meer. Nee. Want als je dat allemaal zou moeten scheppen, tegenwoordig wordt papier aan de rol gemaakt. Ja, precies. Dat en is het is ook anders. Niet meer van lompen. Ja. Oud papier is helemaal van lompen. Tegenwoordig wordt het van eucalyptusbomen gemaakt. Ja. Maar daar komen we een beetje bij jullie verhaal, want ik stip dat voor een keer al uit. Jullie hebben samen een boek gepubliceerd en dat is eigenlijk naar aanleiding dat jij dus met die kaart in aanraking kwam. Nou, dan moeten we nog een klein stapje terug, want die kaart bij Jaap die ik dan kocht, die obscure, dat is een kaart uit de zogenaamde Rome-edities. En dat zijn atlassen die gedrukt zijn tussen 1478 en 1578, vier keer. 1478, 1490, 1507 en ook nog 1508. Heel lang geleden. Ja, maar die 1478, dat is de allervroegste zo'n beetje. En dat is de meest belangrijke en ook de meest zeldzame. En de kaarten die erin zitten, die zijn aan de achterkant niet bedrukt. Dus de tekst zit er niet op. Dus aan de achterkant kun je ook niet zien uit welk jaar die komt. En aan de voorkant wordt gezegd dat de kaarten nooit aangepast zijn. De koperplaten waar ze van gedrukt zijn. Dus als je er eentje koopt, welke heb je dan? De 1478, de meest zeldzame. Of een latere die minder interessant is misschien. Ja. En toen zei Frans, ja, als we dat willen weten, dan moeten we de bibliotheek in. En toen zijn we Europa ingetogen. Ja, want de bibliotheek, dan hebben we het dus over alle oude bibliotheken van Europa. Nou, de universiteitsbibliotheken of de grote nationale bibliotheken. Dus van het Vaticaan ook, of niet? Het Vaticaan ook. Of privébibliotheken van adel, zoals de Medici. En mag je daarin als je daar... Dan moet je wel wat moeite voor doen, maar het kan wel. Het lukt wel. Jullie hebben 5 jaar gewerkt aan het onderzoek, of niet? Aan dit boek, ja. En daarvoor 2 jaar en die 2 artikelen over die Rome-edities. Ja, precies. En wij weten nu precies wat 1478 is, 1490, 1578, op basis van de watermerken. Ja. Want op het papier kon je het niet zien, maar in het papier wel. Ja, maar nu zag ik ook, dat er was in het verleden al meer onderzoek naar gedaan. En jullie hebben dan dus eigenlijk toch gewoon nieuwe bevindingen... Mm-hmm. Puur door de werken goed te bekijken? Of... En de hoeveelheid. Ja. Het valt of staat met vergelijkend waar onderzoek. Dus hoe meer je hebt, hoe beter. Ja. Als je het op basis van 2 exemplaren doet, weet je niks. Nee. Dus, en dat was na de hand met het project wat daarop volgde, het Berlingeri-project ook. Massa. Je moet veel gegevens hebben. Dus maar dan hebben jullie dit gedaan. En wat is nou jullie belangrijkste conclusie op basis van het onderzoek? Er waren allerlei vragen over die Berlingeri-editie. En die hebben ze ook niet op kunnen lossen op basis van het feit dat ze ook weer alleen maar keken naar de buitenkant. Ja. En niet in het papier, de watermerken weer. En er waren allerlei vragen over lettertypes en uit welke tijd zijn die. En zijn er later nog pagina's bijgedrukt en een ander lettertype, ja of nee. En wanneer dan en door wie. En wat Frans net zegt, het aantal, de vorige hoogleraren, die hebben eigenlijk altijd alleen maar in hun eigen omgeving gekeken en hadden dan toevallig een bundeltje atlassen. Maar door ons onderzoek is gebleken dat de meest interessante eigenlijk allemaal in Italië zitten. En die waren van de Hotemetoten, de koning van Hongarije, de koning van Napels. Die wisten wel wat ze in huis hadden. Lorenzo de Medici. Ja. En die waren anders dan de bulk. Ja. En zo hebben we ontdekt dat eigenlijk in die eerste druk rond de originele uit 1482 maar een heel beperkt exemplaar gedrukt is. En dat de bulk, 400 van de pakweg 500, 40 jaar later gedrukt is. Weliswaar ook in Florence, maar in een andere drukkerij. Ja. Een soort uitgeversrestant gerecycled. Maar de tekstbladen zijn wel allemaal meteen in 1482 gedrukt. Ja. En dat komt omdat de tekst die moet je zetten. En als je het zetsel opbreekt, dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. En het zetten duurt een dag. En het drukken van zo'n pagina op folioformaat duurt ook een dag. Ja, je moet het allemaal in een heel ander Dat druk je dan in één keer af. Ja. Maar de kaart is een koperplaat, die kun je weer uit de kast pakken en die kun je weer opnieuw drukken. Daar heb je geen voorbereiding aan. Nee. Die kun je drukken naar gelang de behoefte of de afzet of wat je verkocht krijgt. Ja. En bijdrukken als je tekort komt. Ja. In feite heb je de archeologie van een boek. Dus je ziet hoe het tot stand gekomen is. Wat de opeenvolging van drukken is geweest, waar het fout ging. Want je zit helemaal in het begin van die boekdrukkunst. Ja. Dus je zit 30 jaar verwijderd van Gutenberg met zijn allereerste boek. Sinds dus eigenlijk hier bijvoorbeeld in Nederland hadden we eigenlijk... Nou, wij beginnen dan ook net. Ja. Boekdrukken is nog iets nieuws. De rest wat we hier hadden, dat waren gewoon documenten geschreven door monniken letterlijk met de hand. Dit ontstaat in de periode dat er dus een hele groep gebruikers de geschreven, de overgeschreven, gekopieerde boeken prefereert boven de gedrukte boeken.
dat vinden ze van een betere kwaliteit. Ja. Dus een jaar geleden was er een stripje van Fokke en Sukke van twee monniken die zitten te kopiëren en die zeggen achtergedrukte boek, dat wordt nooit wat. Dat is precies waar je in zit. Je zit dus in de beginfase van dat boekdruk en dat zie je aan die Berlingeri zo duidelijk. Ze zijn dus aldoende leert men. Ja. Je ziet dingen fout gaan, ze experimenteren. We kwamen bijvoorbeeld een pagina tegen waar ze in twee kleuren hadden geëxperimenteerd. Dus je ziet dat ze eigenlijk nog niet goed doorhebben hoe je zoiets tot stand brengt. Weet je, een drukker als blauw in de 17e eeuw, daar was dat gesneden koek voor. Van de bekende kaarten, toch? Ja. Maar in 1482 was dat nog iets wat in zijn kinderschoenen stond. Ja, ja. Als je zo'n drukkerij, moet ook een heel rommelig gebeuren geweest zijn. Net niet genoeg letters, drukking die niet helemaal werkt zoals het moet werken. Alle beginnersfouten. Ja. Ja, ja. Dus. En nog een hele belangrijke, dus behalve dat we die kaarten hebben kunnen ontrafelen in qua tijd, is er zijn van deze atlas ook twee manuscripten verschenen, geschilderd. En die zijn geschonken aan Lorenzo de Medici. Want de auteur Berlingeri, die zat in een Latijns klasje en een filosofisch klasje in Florence met onder andere Lorenzo de Medici en nog meer grote methoden uit die tijd. En die was dus ook heerser van Florence op dat moment. En de andere is geschonken aan, en daar is het boek aan opgedragen, weet je nou? Urbino, Federico d'Urbino. Dat is degene die wij ons hospitaal... precies, in de gang. Ja, want dat was de aanleiding. Hè, dat, Federico van Urbino was gewoon een huurling-generaal. Ja. En die had net daarvoor voor Florence een of andere slag gewonnen. En als dank daarvoor werd dat boek aan hem opgedragen. Dus dat is die prent die we zien hangen bij Sylvia in Montecore in de gang. Die man met de knik in zijn neus. Ja, precies. Ja. 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 En dat exemplaar, dat van Lorenzo de Medici, dat ligt in Milaan, in de Praetense Library. Dat is de Nationale Bibliotheek van Milaan. En dat van Urbino, dat ligt in het Vaticaan Museum. Ja, ja, ja. Daar zijn de collectie in opgegaan, uiteindelijk. Ja. En er is ook heel veel discussie over, wanneer zijn die manuscripten dan gemaakt? Of staan die los van dat boek? Of zijn die gelijk met het gedrukte exemplaar gemaakt? Nou, we hebben ontdekt, dat is heel vreemd, dat het gedrukte boek, daar zijn ze begonnen met drukken in hoofdstuk 4. Niet in hoofdstuk 1. En de paginanummering begint ook in hoofdstuk 4. En die beroemde pagina met die dubbele kleur, dat is een experimentje geweest. En dat is ook de eerste pagina van hoofdstuk 4. Ja, ja, ja. En aan het verloop van de watermerken hebben we kunnen zien dat het in hoofdstuk 4 begonnen moet zijn. Maar waarom was dat nou? Nou, dat had te maken met die twee manuscripten. Want Berlingeri had de Geografia van Ptolemeus vertaald in lokaal dialect, in lokaal Italiaans, zeg maar, Florentijns dialect. Dus daar is maar één exemplaar van. En dat exemplaar moest gedrukt worden, dus gezet met letters. Maar dat exemplaar moest ook overgeschreven worden voor die twee manuscripten. En wat dan gebeurde, om een beetje de vaart erin te houden, was dat de een aan het schrijven was en de ander een ander stuk had voor te drukken. Ja. Maar zelfs manuscripten die werden vaak door meerdere auteurs geschreven. Dus dan had je handschrift A van in hoofdstuk 1 tot en met 3 en dan handschrift B in hoofdstuk 4 tot en met 6, omdat het dan sneller klaar was. Ja. Dus in dit geval, kijk, een auteur van een manuscript die moet gewoon beginnen bij hoofdstuk 1. Maar een drukker, dat maakt niet uit, dus die kon bij 4 beginnen. En daarna ruilden ze de boel om. Ja, precies. Dat is eigenlijk gewoon werkefficiëntie. We hebben nog meer aanwijzingen. Maar een hele belangrijke was die kaarten in de manuscripten zijn gewoon geschilderd op perkament. En de kaarten in het gedrukte boek die zijn uitgestoken in koperplaten en gedrukt. En we beschikten of konden van een paar gedrukte kaarten een kopie maken. Zo'n transparant kopietje wat je kon kopiëren. Dus gewoon echt letterlijk één op één. En die hebben we meegenomen naar Milaan. Daar kregen we het manuscript in handen. En dan konden we die transparantjes op het manuscript leggen. Nou, die vielen letterlijk over elkaar heen. Ja, fantastisch. Dus dan kan het niet anders dan dat ze vanaf één hetzelfde voorbeeld gemaakt zijn. Ja. Ja. Want als iemand gaat schilderen en iemand anders gaat aan de koperplaat uitsteken en dat matcht dan bijna 100% op elkaar. Ja, maar het is toch heerlijk als je dat kan niet. Ontdekt op het moment dat je... Het is zo interessant. Je ziet dus dat Berlingeri op twee paarden tegelijk werd. Hij laat manuscripten verzorgen en dat boek wordt gedrukt. Ja. Dat kan maar heel even gebeuren, want op een gegeven moment ging dat boek drukken, dat bleek natuurlijk veel praktischer te zijn. Dus dan stopt het gewoon. Het was echt het laatste, ja. Nou ja, dat is... Maar nu ben ik wel benieuwd, hè, want het is natuurlijk redelijk specifiek, dus het is niet voor de massa zoiets, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen met onderzoek bezig. En zo, jullie hebben hier behoorlijk wat tijd en energie gestopt. Volgens mij hebben jullie zonder subsidie of zo gewerkt. Ja. Dus dat heeft jullie nog best wat geld gekost. Ook. Liefde uitroest. Ja, en dan zie ik ook, en dan is het boek klaar. Dan zet je het ook nog gratis online. Dus iedereen kan er van smullen, wel in het Engels. Hè, maar wat is nou precies de impact hiervan? Ik bedoel, want
afgezien van het feit dat jullie dingen hebben ontdekt waar een echte specialist iets mee kan, mogen jullie nu ook naar congressen in Italië om daarover te praten? Of, een heel praktisch voorbeeld, wat er, mag ik dat zeggen? Ja, tuurlijk. Wat er aankomt in Leiden? Bij Burgersdijk? Ja, dat mag je best vertellen. Nou, recent is er veiling geweest van Burgersdijk en Niermans in Leiden. En tussen de middag in de pauze in de praktijk keek ik even wat ze hadden. En daar kwam ik verdikken me een aantal van die rommelkaarten tegen, een bundeltje. En daar stond bij facsimile, 300 tot 600 euro. En dan had je het. Dus ik denk, daar ga ik vanavond eens op mijn gemak naar kijken. Nou, ik s'avonds thuis weg, niet meer te vinden. Ik belde Frans, om de een of andere reden. En zei Frans, ja, die hebben ze teruggetrokken. Want ze kwamen erachter, en dat had ik dus ook gezien, die waren niet vaccineerd, die waren gewoon hartstikke echte. Oh, echt waar. En toen heeft Burgersdijk Niermans Frans benaderd van... Ja, die bellen mij dan weer met de vraag, wat is het nou? En toen, toen kwamen die artikelen van ons boven water. En nu moeten we binnenkort naar Leiden om die kaarten te gaan bekijken. Gaan we ze goed beschrijven. Ja, jullie zijn, jullie zijn gewoon nu de specialisten natuurlijk op dit gebied. Ja. Een beetje wel. Nou, maar dat is dan wel een soort... waardering voor je werk ook, toch? Kijk, het soort geld moet je het niet doen. Nee, dat heeft geen zin. Dan moet je iets anders doen. Maar jullie doen het dan maar. Het is wel een hobby naast jullie werk. Want ik heb een sterk de indruk. Kijk, jouw werk is echt anders. Bij jou ligt het wat dichter tegen. Ja, bij mij is het een grensgeval. Jullie stoppen als jullie vrij zijn, stoppen jullie behoorlijk wat tijd in deze dingen. Dat is wel heel mooi. Frans, jij hebt ook nog dingen meegenomen. We zijn het voorbeeld. Ik heb een hele stapel meegenomen. Jaren geleden, 14 jaar geleden inmiddels, heb ik deze twee delen gemaakt op het Seers Archief. Bij mij kwam het vooral door Rembrandt. Mijn vader die handelde in Rembrandt-etsen, maar er kan wel 1640 op zijn prent staan. Maar de vraag is hij dan ook uit 1640? Want die koperplaten die zijn tot de laatste edities in het jaar 2000 gedrukt. Drukte de Hawaiian Intaglio Printing Company met die oude rotplaten nog afdrukken die verschrikkelijk lelijk waren, maar... Dus je kan Rembrandt in allerlei uitvoeringen kopen. Nou kun je ze niet zo makkelijk dateren gewoon op basis van de drukkwaliteit. Dus het werd watermerkonderzoek. Maar na een tijd kwamen pa en ik erachter dat je kan wel allemaal Rembrandts röntgenen. Want daar werkten we mee met een röntgentechniek. Maar dan kreeg je alleen maar Rembrandt met Rembrandt vergelijkt. Worden inteeltonderzoek. Dus op een gegeven moment dachten we moeten... een veel groter neutraal referentiekader hebben. Dat werd het Zeeuws Archief. Daar hebben ze de ingekomen brieven van de Staten van Zeeland. Nou, dat zijn er voor de 17e eeuw iets van 25.000. Dus heb je lekker veel papier. Die hebben ze volgens mij net opnieuw doorzoekbaar gemaakt. Ja, klopt. Het is net weer online gegaan. Maar toen ik die pakketten bewerkte, kwamen ze net van het touw af. Dus precies, de planken die werden keihard... Het zand zat er nog in. Maar dat is een machtige bron. Je hebt stapels papier uit de 17e eeuw, allemaal gedateerd. Dus daar kwamen deze twee delen uit. Deel 1 is 1600, 1650. En deel 2 is 1650, 1700. Het resultaat was, als je Rembrandt in deel 1 zit, zit je goed. Zit je Rembrandt in deel 2, dan heb je toch een beetje een probleem, want toen was hij toch dood. Dat heet een postuum werk. Ja. Maar heb je wel eens iemand gesproken die daar een beetje teleurgesteld over was? Ja, meerdere malen. Ja. Het is het onderzoek waar je vrienden mee krijgt, maar ook mee kwijtraakt. Dat was wel heel interessant. Vorige week was er een Amerikaanse onderzoeker nu bezig met onderzoek naar tekeningen van de Nederlandse meesters uit de 17e eeuw. Die staat prompt weer op die delen van mij. Sommige tekeningen corresponderen prima, maar je hebt ook tekeningen waarbij het watermerk absoluut niet correspondeert met wat er van gedacht wordt. Nee. En dat is ook wel weer interessant. Er is ook niet iedereen blij mee, maar dat is ook wel gezond. Zo word je dus eigenlijk jouw werk of jullie werk, en dat wordt op een gegeven moment ook weer een soort naslagwerk voor verder onderzoek. Ja. En dat is wel heel mooi. En dat blijft eeuwig. Ja, precies. Het blijft bestaan, weet je, want het is nu Berlingeri geweest, maar er zit een enorm watermerkhoofdstuk in, wat je ook kan toepassen op tekeningen en op andere boeken uit Italië uit de 16e en 15e eeuw. Dus. Want we hebben niet alleen de atlas onderzocht, maar ook alle andere boeken door die drukker in 10 jaar tijd in Florence. En daar de watermerken in en het eigenlijk hele papiergebruik in Florence in die periode geregistreerd. Je hebt een staalkaart van wat je kan vinden in papier van 1482, 83. Ja. Hier in Zeeland hebben we voor de rest niks op dat gebied. De ZB is... Nee, want je moet een database dan opbouwen. Precies, ja. Daar moet je een half jaar de tijd voor hebben. Ja.
en niet gestoord worden en dan maar achter elkaar water. Het is strafwerk. Ja, voor dit deel heb ik 9 maanden in een donkere kamer gewerkt. Tja, dat is toch ook... Dus... En ook dat is weer... Dat is, ja, nou ja, dit is misschien wel weer wat... Nee, het was niet commercieel. Nee. Als ik geld had willen verdienen, ook iets anders. Je moet het eigenlijk zo... Maar ik hoef ook geen medelijden met je te hebben. Wel, nee. De kushand of de handel is gewoon prima. Ik draai prima. Ja. Je moet het zo zien. Twee jongetjes gaan op pad en die ontdekken wat. Ja. En die worden helemaal blij ervan. Ja. Zo is het gegaan. Ja. En als je... Als wat je ontdekt nou de goudmijn is of het paradijs, ja, dan hou je het voor je. Ja, precies. Maar wat wij ontdekten, daar hebben we helemaal geen ene malle moer aan om dat voor ons te houden. Het enige belang wat wij hebben is wat we ontdekt hebben, is als we dat breed wereldwijd kenbaar maken. Ja. Dan kan iedereen er wat mee doen. Precies. En wij Nou, je wil het weten. Op een gegeven moment wil je weten wat het nou is. Ja. En het antwoord is te vinden. Ja. Daar gaat het om. Ja. Het gaat niet een beetje commercieel, ja, dat heeft. Maar leidt het nou bijvoorbeeld wel, even los van, hè, jullie gaan binnenkort eens naar Leiden, maar leidt het ook nog, gaan jullie nu ook nog andere dingen onderzoeken of is het nu wel even mooi geweest? Ja, wat voor het geweer komt. Ja, Ik ben nu klaar. Ja precies. Ja. Even andere dingen doen. Nou, ik word wel geconsulteerd voor watermerken, omdat mensen... Het beetje het punt is, watermerken is een fantastisch onderwerp, maar je moet 120 worden, wil je er enigszins grip op krijgen. Ja. We weten nou iets van Italië voor de 16e eeuw en de 15e eeuw, maar de 17e eeuw is niks over. Maar dan zou je dus in Florence of in Milaan of zo in een archief ook 25.000 brieven door moeten gaan ploegen voor de watermerken. Ja. Dus dan weet je het. Maar ja. Misschien moet je in Italië gaan wonen. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Ja, het is geen idee. Ik wil trouwens wel wat met dat boek hoor, staat ding uitkomen, dan ga ik daar graag op in. Alleen ik ga niet nog een nieuw project. Nee, precies. Nou, het kan altijd wendingen nemen, dat zie je dat inderdaad opeens ergens in. Want, Nou, heer, ik denk, dit is volgens mij het langste filmpje wat ik ooit heb gemaakt. Ik moet daar nog eens over nadenken, we zitten op een half uur nu. Moet je plaatjes hebben van wat watermerken? Ja, laat nog even wat zien.